KTM heeft dinsdagmorgen grote problemen met de winterdienstregeling. Een aantal tramlijnen is in de remise gebleven. Volgens Veolia rijden de bussen met vertraging. Maar volgens reizigers rijden er nauwelijks bussen. De website van HTM was onbereikbaar, maar via Twitter was nog wel reisinformatie te vinden. Het treinverkeer is dinsdagochtend ontregeld door het winterse weer. Eerder op de ochtend vielen er treinen uit van en naar Den Haag. Daarna kwam het treinverkeer weer langzaam op gang. De storingen kwamen bovenop de reeds aangepaste dienstregeling van de spoorwegen. De NS besloot al eerder minder treinen in te zetten vanwege de verwachte sneeuw. Steeds meer daklozen maken deze week gebruik van de extra opvanglocatie aan de Zilverstraat. Daar zijn 125 extra slaapplaatsen beschikbaar. Maandagnacht hebben zeker 60 daklozen gebruik gemaakt van de winterregeling die nu van kracht is. De reguliere opvanglocaties van de Kessler Stichting en het Leger des Heils zitten helemaal vol.